Een cursus over vrijwilligerswerven. Heb jij dat nodig? Ik denk dat veel organisaties vrijwilligerswerven nog op de oude manier doen. Ze doen wat ze al jaren doen en dat werkt eigenlijk steeds minder goed. Want er is een nieuwe vrijwilliger in opkomst, daar heb je vast al eens van gehoord. En die nieuwe vrijwilliger vraagt een andere aanpak. Wordt gemotiveerd door andere dingen. En gewoon een oproepje doen, vrijwilliger gezocht. Daarmee haal je deze vrijwilliger echt niet binnen. Ik heb gekeken naar wat succesvolle organisaties doen. Ik ken één organisatie die zelfs een wachtlijst heeft voor vrijwilligers. Dus blijkbaar kan het wel. En ik wil jou laten zien hoe zij dat doen. Ik wil je het verschil laten zien tussen de standaard vrijwilligersvacature en dingen waardoor een vacature beter kan worden. En allemaal in 14 dagen tijd. Kort, want ik weet dat de tijd kostbaar is. Ook tegen een leuke prijs, zodat hij vooral geschikt is voor stichtingen met een klein budget die wel vrijwilligers nodig hebben. Wat gaan we doen in de cursus? Ik ga je laten zien wie die nieuwe vrijwilliger is en waarom die nu nog niet komt. Ik ga drie soorten potentiële vrijwilligers aan je laten zien, die elk een eigen manier van aanpak vragen. Ik ga dus het verschil laten zien tussen vrijwilligersvacatures die wel werken en die niet werken. En ook echt op onderdelen, zodat je kunt zien welke stukjes jij nog kunt verbeteren. Dan ga je eigen vraag bekijken. Hoe kun je hem interessanter maken? Wie is de juiste vrijwilliger voor deze klus? En waar wordt die op aangesproken? Waar wordt die door gemotiveerd? We gaan ook zelf de vacature schrijven of herschrijven. En vervolgens kijken waar je hem kunt delen. We gaan het hebben over social media, want dat is onmisbaar in deze tijd. En we gaan dus ook kijken hoe je verschillende varianten kunt maken van je vacature. En als laatste gaan we het ook nog even hebben over wat doe je als iemand zich aangemeld heeft. Hoe zorg je dat die vrijwilliger die enthousiast binnenkomt, ook enthousiast blijft en niet meteen weer weggaat. Dus, denk je dat die cursus iets voor jou is? Dan hoop ik je graag te zien.